Het papieren boek doet het nog steeds aardig als je in acht neemt dat er steeds meer online beschikbaar komt. Maar je kunt ook via tablet of e-reader boeken en artikelen lezen. Dan heb je natuurlijk e-books nodig. Deze zijn via diverse online platforms beschikbaar. In deze houdt to twee voorbeelden. Ik ben eerst gesurfd naar de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren met als webadres dbnl.org. Via literatuur en taal kun je bijvoorbeeld naar auteurs. Aan de linkerkant kun je filteren door een periode aan te geven. Lastig is dat niet elke link bij leesbare titels terechtkomt. Maar als je dit symbool ziet, betekent het dat er een PDF beschikbaar is. En aan dit symbool zie je dat er een e-book is. Via het pictogram kun je de tekst downloaden. En eventueel via de link de PDF bekijken. Slimmer is het om hier op zoek te gaan naar beschikbare titels. Ook hier kun je weer een periode aangeven. Rechts kun je de beginletter kiezen van de titel die je in beeld wilt zien. En via de kolommen kun je sorteren. Hier zie je drie symbolen. Naast PDF is dit tijdschrift ook als e-book en als scans beschikbaar. Maar zoals gezegd, je kunt ook zoeken. Als je echt op zoek bent naar materiaal dat je kunt downloaden, kun je via selecties kiezen voor e-books. Daarna klik je op Titels. Je ziet hier aan de pictogrammen dat elke titel te downloaden is. De grootste zoekmachine voor boeken is echter Google Books. Van de meeste boeken zijn enkele pagina's te bekijken en rechtenvrije boeken zijn te downloaden als e-book. Ik ben gesurfd naar books.google.nl. Je zoekt naar een auteur of titel. Hier klik je op de titel die je wilt bekijken. Je ziet een gedeelte van het boek in dit geval. Je kunt het eventueel aanschaffen voor de prijs die je links ziet. Met deze knoppen kun je de weergave aanpassen. Hier kun je bladeren. Via deze knop kun je een link kopiëren die je dan bijvoorbeeld in een chat- of e-mailbericht kan plakken. Je kunt het boek aan je eigen bibliotheek in Google Play toevoegen zodat je ook met een ander apparaat zoals tablet en telefoon bij je boeken kunt. Je moet er wel voor zorgen dat je Google profiel is gekoppeld aan Google Books. Dat zie je als je op mijn bibliotheek klikt. Ik heb het profiel gekoppeld, anders verschijnt er hier een link onder je profielgegevens en als je daarop klikt, koppel je het profiel. Je kunt je boeken ook toevoegen aan favorieten of aan boeken die nu gelezen worden. Die je nog wilt lezen of die je gelezen hebt. Via het tandwiel kun je naar geavanceerd zoeken. Hier kun je bijvoorbeeld aangeven dat je alleen boeken wilt die volledig worden weergegeven. Eventueel kun je ook een taal kiezen. Tot zover deze outdoor over e-books via DBNL en Google Books.